Gelukkig hebben we iets anders om naar uit te kijken. Het Songfestival, want dat gaan we winnen. Dus er is wel iets waar we naartoe kunnen gaan. Om... Ik wil geen sfeerbederver zijn. Oh, nou, dan kun je ook heel goed maar, op. Maar dat Songfestival gaan we niet winnen. Want er wordt nu de publieke opinie... die wordt met een of ander homofilmpje... Nou, wat is dat nou weer voor opmerking? Nee, dit is een beetje... Dit is een homofilmpje. Kijk, Cornel Maas, of hoe die ook heet, zal het prachtig vinden, maar... Ik vind het filmpje vind ik helemaal niks. En dit liedje vind ik een zeikliedje. Ja, wat zit hier? Dat filmpje wordt ten eerste niet vertoond daar. Het is verschrikkelijk. We hebben nu een paar jaar... Wat is dit nou? Ja, nou zeg je niks. Nee, we hebben nu een paar jaar hebben we goede zangers. We hebben Douwe Bob gehad, we hebben Welende gehad, we hebben Anouk gehad. Ja, we hebben niet gewonnen. Nee, waarom niet? Anouk kan geweldig zingen, had het verkeerde liedje. Waylon, die koos het verkeerde liedje. Dat was een heel goed liedje, maar als die had vijf liedjes. Als die ballad gekozen had, maar die is zo eigenwijs, die weet alles beter. Ja. Die gewoon een song was. Dat was jouw zonde, jouw buitenlandse zoon. Toen had je die twee, Waylon en die countryzangeres. Ja, de Common Linnets heette ze toen. Precies. Ja. Die mevrouw die heeft een snikkende stem. Waylon heeft soul. En ze kozen een liedje waar geen snik en soul in zat. Weer de tweede. Ja. Toen hadden we Anouk ook nog. Ja, maar die had gewoon een slecht liedje. Douwe Bob had wel een mooi liedje. Maar de tijd dat Sieneke gestuurd werd... dat je doodschaamde dat je Nederlands paspoort had... Shalalali, shalalala. Ja. Nou ja, prima tekst. Nou, in het buitenland hebben ze dat niet uitgezonden, die teksten... want dat vonden ze politiek getint, hè. Maar, hebben ook nog zo'n Indiaan gestuurd? Franka of zoiets? Ja. Maar die stond vals te zingen met die toon. Ja, maar in ieder geval, we hadden zangers die konden zingen. En maar had Danny Vera moeten gaan met Rollercoaster bijvoorbeeld? Nou, Danny Vera zou er uitermate geschikt voor zijn... want deze qua jongen, ik vind het... Helemaal hij niks. Staat bij de boekmakers met afstand op één, hè? Maar ja, wat jij vindt en de boekmakers en de publieke opinie... zou maar zorgen zijn. Ik vind het helemaal niks. En ik vind het filmpje vind ik bijna stuitend. Ja, maar dat filmpje wordt niet vertoond. Hij gaat er gewoon op het podium zitten. Nee, maar daar is hij dus... In Nederland hebben ze op de tv dat filmpje getoond. Daar heb je moeite Cornel met. Maas die vond het bedenkend op. En hoe heet hij? Cornel Maas. Ja, want die schijnt er verstand van te hebben. Die is, want je kunt niet over het Songfestival lullen of hij zit te oreren. Maar met al zijn adviezen en wat hij doet... hebben we nog nooit een prijs gewonnen. Maar stel nou dat we nu wel winnen. Dan wordt dit uitgezonden wat je nu allemaal geroepen hebt. Nou, wat ja, maar dan blijf ik de wat, binnen. Ja, maar wat dacht je wat de verleden jaar won? Die kip. Ja, dat was ook niet verkeerd. Nee, maar als er een vent met een wijf met een baard kan winnen... Ja. Een vent met een maar die won van de Common Linnets toen volgens mij. Die Conchita dat kan wel. Maar het is toch lachwekkend. Maar stel nou dat hij het wint. Je neemt niks terug hiervan. Nee, neem ik niks van terug. Nee. Ik vind het vreselijk. Dus eigenlijk... En ik vind ook als land... Als land moet je een goede vocalist uitzenden... en niet een jongen die niemand kent en die net begint. Die moet in het dorpscafé zingen. Eén keer luisteren nog dan. Ik zou het geweldig vinden als hij zou winnen. Dan wordt dit allemaal teruggehaald. Maar dan hoef jij niet bang voor te zijn. Dat denk je echt dat het absoluut mogelijk is? Nee, dus niks. Ja. Dit kan een Valentijntje worden, hè, wat je nu aan het doen bent. Oh, nee, hoor. Ja. Er blijft achter die verhalen staan over die Duncan Lawrence. Hè. Dat wordt helemaal niks met die billen. Nou ja, ik word doodziek als er zo'n zeikliedje komt... en een gozer zo'n klein homokontje in een aquarium. Maar volgens Albert Verlinders zijn het zijn billen niet, hè? Moet je nog even onthouden. Dat spreek je vanmiddag ook al. Ja, nee, maar ik zeg niet dat het zijn billen zijn... maar dit is het begeleidende filmpje. En dan denk ik, wat heeft dit voor filmpje voor nut of zo? Moet ik hier opgewonden van raken van zo'n reet of zo? Nee. Wat heeft dat met dat liedje te maken? Ik vind het allemaal zo'n onzin. Het is één groot homofeest. En laat ze heel veel plezier hebben. Ik wil er niks mee te maken. Daar in Tel Aviv. Jij gaat er niet naartoe, hoor ik wel. Nee. De gemeente in Den Haag, als hij wint... Ja. Dan komt dat hele gedoe naar ons toe. Ja. En die willen dan een gemeente Den Haag... wil het Songfestival in het Zuiderpark doen. Of het nieuwe stadion van ADO. En willen ze even een dakje erop doen en dan Songfestival daar. Ja, maar een Songfestival organiseren kost een godsvermogen. Dus je moet maar hopen, en dat is bij hem niet zo moeilijk, dat hij het niet wint. Ben je er anders over gaan denken na gisteravond het optreden van Duncan Lawrence? Nee, ik ben dat gillende kopstemmetje. Ik denk steeds dat er brand is bij mij in het dorp als die gozer staat te zingen.
Gewoon de finale gehaald, Johan. He? Ja, het is toch echt wel een bijzonder... Nou ja, bij dat rariteitenkabinet waar je naar zit te kijken... dat is zo'n beetje de alternatieve gay parade is dat geworden. En, je gaat gewoon door, hè, nu? Het is nu alles of niet. Kijken, en dan kom ik er eigenlijk achter dat er maar één fatsoenlijke zanger bij zit. Dat is die zwarte jongen van Zweden. Nou, ik vond die Samberino ook niet slecht. Weet je, ook lekker nummer is nou, en ja. in de commerciële sector vond ik die twee meisjes van Duitsland niet zo slecht. Van Sister Sister. Maar heb je gekeken dus? Ik heb gisteren, ik zat te werken en had ik hem aanstaan. Want als je een mening geeft erover, dan moet je ook even kijken. Ja. En toen vond ik Zweden een verademing. Met een beetje die gospelachtige zangeressen erachter. En die jongen kon echt zingen. En het enige wat me aanstaat bij Nederland, dat het sober is. Het is niet zo'n circusvoorstelling. Het is gewoon een jongetje achter een pianootje. En ik ben al lang blij dat hij zijn aquarium niet bij zich heeft. Nee, want anders was je weer bang dat hij met zijn homokontje erin was gaan zwemmen, of niet? Toch? Ja, dat zijn jouw woorden. Maar nee, dat zijn jouw woorden namelijk. Dat zijn jouw woorden die jij gebruikt hebt. En daarna is de hele wereld weer over je heen gevallen. Met, nou, laten we eerst even, het wordt eerst geciteerd bij Shownieuws. Want ze willen niet eens meer uitzenden, die beelden. Maar Evert Zantegoets gaat even uitleggen wat je allemaal gezegd hebt daar. Let op. Ja, hij is geen fan van het Songfestival. En van Duncan ook niet, heb ik de indruk. Want, hij is van een hele hoop mensen geen fan. Dus laten we dat vooropstellen. Wat hij onder andere zei, moet je die snor er even bij denken als ik het zeg. Ik word doodziek als er zo'n zeikliedje komt met een gozer met zo'n klein homokontje in een aquarium. Wat heeft zo'n filmpje voor nut? Moet ik hier opgewonden van raken van zo'n reet of zo? Dat zei dus Johan Derksen. Laat het duidelijk zijn. En die woorden van Derksen die hebben ook Gordon bereikt. En die trapt dat bijna met open ogen in, zou ik willen zeggen. Want dan moet je natuurlijk niet echt over druk maken. Maar dat doet Gordon wel. Ze pretenderen zeg maar de taal te spreken uit de voetbalkantine in een talkshow. En als dit de taal is uit de voetbalkantine, dan moet je wel echt kapot schamen. Want waar ben je mee bezig? De boel te stigmatiseren, te demoniseren, een groep weg te zetten die dit festival waarschijnlijk in hun hart heeft gesloten omdat ze het zo leuk vinden. Wat zit er voor kwaad achter? En waarom is het nodig om homo-beledigende dingen te roepen? Want het heeft toch helemaal geen zin? En dan ga je iemand in de media zo aflopen zeiken. Dan denk ik, man, jezus, man, hoe oud ben je, man? Vindt. Ga lekker in je tuin zitten, ga wat nuttigs doen. Ga lekker voetbal kijken. Ga lekker voetbal kijken. Nou, voor de rest lekker je smol dicht. Al dus, Gordon! Ja, dat mag hij allemaal zeggen. Daar heb ik moeite mee. Dat is toch die man die heel Nederland voor de gek hield met een jarenlange show dat hij ging trouwen en toen niet ging trouwen. Ja, het was niet jarenlang, maar het was een behoorlijke periode inderdaad. Want was je al vriend van maar het boekje van... Hij is de laatste die hier iets van mag zeggen. Hij heeft een boekje uitgegeven en dan heeft hij heel Nederland beledigd. Nou, vooral... Maar als ze mij vragen wat ik van het Songfestival vind, dan hebben ze me uitstekend geciteerd. Is dat geen collega van jullie? Wie? Gordon, ja. Ja. We hebben één grote vriendengroep hier, Jan. Ja, dat is niet te geloven. Nee, we kunnen het goed met elkaar vinden met z'n allen. Ik ken heel goed met elkaar vinden. Ja, Bart Etkoven, ken je die ook? Nee. Hoofdredacteur van de Weekend. Dat is een jongen om rekening mee te houden. Die zei ook iets verneinigs over jouw achterwerk. Ik ben blij dat we Duncan in zijn blote kont zien en niet Johan Derksen. Nou, laten we hem daarbij afsluiten. Zo, dat zijn van die grapjes die zijn van tevoren bedacht. Ja, dat zijn wel goede teksten. Ja. Dan komen we uit bij de scheidend voorzitter. Maar ik vind nog de act die mij nog het meest geraakt heeft, zijn die met die stok in de reet. Stok in de reet? Die Australië? Die hebben ze een stok in de reet. Echt waar? Ja. Ik heb niet alles gezien, dus ik weet het niet. Maar dat... Ja, die gaan zo... Op die stok? Op die stok, ja. Ja. Ja, ik vroeg me al af hoe die stokken vastgemaakt werden. Maar in de reet dus, zeg jij. Ja, die zit in de reet, die stok zit. Dat zit wel stevig. Ja, maar je hebt niet het gevoel dat je soms een tandje minder kan? Dat je denkt van, nou, misschien sla ik... Nee, ik wou mezelf blijven. Okay. Een notoren querulant. Dat is en duidelijk, dat is mijn rol hier. En wat de goede gemeente ervan vindt, Wilfred, ik heb rechts. Maar ben je er niet van slag van de uitspraken van Michael van Praag? Gisteren was het de internationale dag voor tegen homofobie, volgens mij. Die heeft een interview gegeven. Dat ging over de uitspraken van voetbalanalist Johan Derksen. Ik wallig daarvan. Het is wansmaak van de eerste orde. Dat programma is een cabaretprogramma. Dat heeft niet serieus met voetbal te maken. Cabaret is leuk, maar een echt goede cabaretier maakt grappen over een ander. Maar kwetst niet. Eigenlijk moet je er helemaal niks over zeggen. Klein houden en negeren die boel, zegt hij zelfs. Hey. Ja, maar laat hij eens één voorbeeld geven van wat ik gezegd heb dan. Nou, homo-kontje, homo-bijeenkomst. Dit gaat over wat we over voetballers gezegd hebben. Kijk, het probleem... Nee, dit gaat over homoseksualiteit en wat erover gezegd is. Ja, nou, ik heb ooit gezegd van een homo moet zo snel mogelijk als die kan uit de kast komen. Want je moet jezelf nooit een dag langer verloochenen. Nee. En daar zitten heel veel jongens tegen aan te hikken. En ik begrijp dat wel. Maar dan neem je jezelf in de maling door het uit te stellen. Maar
Het ging hier over de voetballerij. Kijk, de voetballerij is natuurlijk een rednecks-wereld. En dat is een beetje primitief. En als een jongen uit de voetballerij mij zou vragen van, kan ik uit de kast komen, is dat verantwoord? Dan zou ik misschien wel zeggen tegen hem van, als jij je carrière op een rustige manier wil afronden, zou ik nog even wachten. Ja, want dat je hebt namelijk heel veel vervelende reacties van de tribune. Want op de tribune zitten groeperingen die in de anonimiteit van de tribune, we zijn met z'n allen jongens, de meest kwetsende dingen kunnen roepen. En Michael van Praag die vindt het nou niet juist dat clubs diezelfde adviezen geven als wat ik zei. Maar dat is de realiteit. Hij is de voorzitter van de KNVB. Het nieuws opende er zojuist mee, hè? Dat hij dat ja, en had. Hij is dus ook verantwoordelijk voor het totale voetbal. Dus ook voor die groep die in de anonimiteit die kwetsende dingen roept. Waarom het misschien voor een homo wel verstandig is om even nog te wachten om uit de kast te komen. Maar normale homo's, zeg ik jongens, kom uit die kast in deze wereld in Nederland. Dat kan best. En iedere dag dat je zelf verloochent is een dag te veel. Ja, je zegt dat het vrij makkelijk is. Maar dat, ja, maar ik zeg niet in Polen. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Ja. Ik zeg niet in Polen en in Italië natuurlijk bij Roma of bij Lazio zijn er ook behoorlijke idioten die ertussen lopen. Maar ik geloof in Nederland nog steeds dat als jij zwart bent, dan roepen ze dat je zwart bent. Als je kaal bent, roepen ze dat je kaal bent. Als je rood haar hebt, roepen ze rode kankerleier. Als ja, je homo als je bent, roepen ze vuile teringhomo. En ja, weet je, wat Johan zegt, het is nou eenmaal een beetje primitief allemaal. Maar ik heb nou niet echt het idee dat dat mensen zijn die als zodra een homo uit de kast komt bij de club gaan protesteren, dat die eruit moet. Dat idee, dat heb ik niet. Nee. En nu vind ik ook wel dat de homo-beweging, als je het woord homo uitspreekt, dan zitten allerlei geleerden aan die talkshowtafels al te oreren. Van, ik zit net naar dat M te kijken. Start de show! dat doet ze niet meer, maar gaat door. Dat doet ze nog steeds? Nog steeds aan het begin. Nee. Ja. Ja, echt waar? Het is open, allemaal open. Bedacht en ingestudeerd. Start de show, ja? Start de show. Start de show. Maar dan rent ze naar die tafel. Blond meisje zit daar. En die heeft er ook weer een mening van. Die heeft waarschijnlijk nog nooit naar ons gekeken, maar van horen zeggen. Anne Fleur Dekker. Ja, maar jij hebt gekeken waar ze voor schrijft, voor de Socialist. Heb jij er ooit van gehoord? De Socialist? Nee, ik had het van Joop.nl. Wat? Joop.nl. Wat is dat? Ook een site. Het is een site van Joop.nl, maar die hebben ze volgens mij... Oh, maar dan is het wel een meisje met een grote achterban, René. Een hele grote achterban. Weet je, maar iedereen heeft er een mening over, maar ze kijken niet. Maar dat horen ze allemaal, dat zien ze op social media. Denken, daar moeten we ook een meningje over hebben. Ja, dat is trouwens wel grappig wat Van Praag er ook nog bij zegt. Die zegt eigenlijk dat Veronica hiervoor verantwoordelijk is. De zendgemachte is verantwoordelijk. Als die al zo'n slechte smaak heeft, als ik vroeger in mijn bedrijf of nu bij de KNVB dit zou laten gebeuren, zouden we meteen optreden. Ik vind het verderfelijk dat zendgemachte het niet eens optreedt. Het is bijna een wetsovertreding, zegt hij, wat jij hier aan het doen bent. Je overtreedt de wet volgens Van Praag. Die man is in nederlaag als UEFA-voorzitter nooit meer te boven gekomen. Is dat de conclusie? Trouwens, een vriend van de show die hier ooit aan tafel zat, was ook niet helemaal tevreden met jou. Kijk even mee, Nico Dijkshoorn. Er is weer iets waar ik mij enigszins over opwind. En dat is de twee keer dat ik Johan Derksen nu over de inzending voor het Songfestival heb horen spreken. Om ons te vertellen dat het Songfestival een homoseksueel bastion is. En dat vanuit het Songfestival homoseksualiteit als een soort pest over de aarde zal stromen. En dat allemaal alleen maar om naar een blote reet kijken van iemand die onder water zwemt. Maar wat dus zo op mijn lachspieren werkt is dat die kritiek komt van Johan Derksen. Die... Sinds 2 jaar aangesteld is als beheerder fossiele muziek vanuit de Verenigde Staten. Dit zijn twee voorbeelden van muziek die Johan Derksen vooral niet homoseksueel vindt. I was ringing on my Helen and just running on the stand. Dit vindt Johan ook veel beter dan Duncan. Oh, down the road, down the road. Die eeuwige en altijd scheid vervelende blueslick. Dus hou daarmee op. Of je ermee op wil houden? Nou, ik ben het roerend met hem eens. Ze vonden allebei die stukjes veel beter dan Duncan. Ja? Misschien kan hij naar het Songfestival. Ik denk dat hoeft hij alleen maar een damespruik en een jurk aan te doen. Dan heeft hij een goede kans. Eigenlijk twee meestervoorspellers naast elkaar. Hè? Valentijn Driessen en Johan Derksen, dames en heren. Ja, 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 ja. Goed hoor.
Maar mag ik misschien van deze gelegenheid gebruik maken om Duncan van harte te feliciteren? Dat mag je altijd doen. Want dan gun ik hem van harte. En het is altijd leuk als er een Nederlander wint. En ik moet zeggen, het feit dat hij alleen achter een pianootje zat, wat heel functioneel was, dat sprak me aan. Hij maakte er geen circusvoorstelling van. Hij heeft meegeschreven aan het nummer, dus hij is ook nog creatief. En heel Europa denkt daar blijkbaar anders om over. Maar ik blijf het een melig kutnummer vinden. Daar blijf je gewoon achter staan. Ja. Ja. Dus dat gedeelte pak je. De rest wordt je iets positiever over. Laten we even samenvatten wat je tot nu toe had gezegd, namelijk over dat nummer. En jouw voorspelling met name ook. Ik wil geen sfeerbederver zijn. Oh, nou, dan kun je ook heel goed. Maar dat Songfestival gaan we niet winnen. Ik word doodziek als er zo'n zeikliedje komt en een gozer zo'n klein homokontje in een aquarium. Als land moet je een goede vocalist uitzenden en niet een jongen die niemand kent en die net begint. Die moet in het Dorpscafé zingen. En Songfestival organiseren kost een godsvermogen. Dus je moet maar hopen, en dat is bij hem niet zo moeilijk, dat hij het niet wint. Ik zou het geweldig vinden als hij zou winnen. Dan wordt hij dan teruggehaald. Dan hoef jij niet bang voor te zijn. Dat denk je echt dat het absoluut mogelijk is? Nee, dit is niks. Ja. Dit kan een Valentijntje worden, hè, wat je nu aan het doen bent. Oh, nee, hoor. Ja, daar zit je nu, hè? Ja, ik had al mijn geld, tenminste. Ja, dat is inmiddels heel wat, dat weten op, we. Op Zweden gezet en die ging het eronder op het laatst. Maar kijk, ik misgun de jongen dat niet, want ik heb hem nou in interviews gezien. Het is een ontzettend aardig jochie, er is niks mis mee. Maar de muziek die hij maakt, die vind ik weerzinwekkend. Nou, weerzinwekkend, het is zo. Het doet me niks. Hij zegt dan zelf, ik roep bij heel veel mensen emoties op. Nou, bij mij niet. Nou ja, negatieve emoties. Nee, helemaal niet. Kijk, ik hou niet van popmuziek, dat heeft er ook mee te maken. Maar zeker je houdt van muziek waar niet zoveel mensen naar luisteren op dan. Nee, ik hou van minor music, heet dat. Hè? De blues en Americana en alternatieve country en zo. Maar dat maakt niet uit. Iedereen mag zijn eigen smaak hebben. Maar ik vind dit, ik hou hier niet van. Ik vind het melig. Ja, nou, heel veel mensen wel. Jij hebt gekeken, neem ik aan, toch, Valentijn? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik had dat nummer nog nooit gehoord. Tot gisteravond kwam ik terug van mijn werk en toen was er herhaling van Pauw. En daar zou hij het gaan zingen. Dus heb ik het voor het eerst heb ik het gehoord. Maar ja, ik was meer van Tietjin. Tietjin? Dingedong. Ja. Daar was jij meer van. Ja. Nou, dat of was Lenny textueel wel sterk. Ja, of Lenny Koer. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen. Jij gaat dus ook niet naar Madrid toe omdat je denkt dat Ajax uitgeschakeld is. Je kijkt niet naar het Songfestival op het moment dat het doorgroot favoriet zijn. Nee, waarom moet ik nou naar het Songfestival? Omdat heel Nederland naar het Songfestival kijkt, moet ik er dan ook naar kijken. Ja, meer dan 40 jaar geleden dat we gewonnen hadden met Tietjin, Dingedong. Met Tietjin, jeugdsentiment, Tietjin. Ja. Maar voor de rest, het Songfestival op zich is nog niet zo erg, maar zo'n team achter die jongen. Maar je bent gewoon naar zaterdagavond nog wel de straat op gegaan enzovoort. Je hebt geen. Nou nee, ik heb eerst het voetbal gekeken en toen heb ik overgeschakeld. Want ik ben was geïnteresseerd. Kijk, als je mening hebt, dan moet je ook zien wat er gebeurt. Dus ik heb dat staartje gezien. En die puntendeling, dat was inderdaad hartstikke spannend. Maar als ik dan zie dat zo'n team achter die jongen zijn volwassen mensen. En die moeten dan de hele avond, als een stelletje dwazen, met een vlaggetje zwaaien. Nou, wil je dat zien? Gewoon even voor de mensen die het gemist hebben? Dat zou ik al weigeren. Whalen naar het Eurovisie Songfestival. Wat zeg jij daar als kenner van? Nou ja, Whalen is een van de grootste talenten van Nederland. Dat is een geweldige zanger, maar ik vraag me af en toe wel af of hij goed bij zijn hoofd is. Oh, want? Ik vind het een mafkees eerste klas. En hij doet ook af en toe hele verkeerde genres en zo. Maar als er iemand is die het juiste liedje en het juiste genre voor hem uitkiest en hij zet een strot op, nou, dat is best indrukwekkend. Maar het is een beetje een ongeleid projectiel. Kijkers hebben er niet zoveel vertrouwen in. Maar waarom is de mafkees dan? In wat voor opzicht? Wat doet hij dan verkeerd, vind jij? Wat doet hij dan bijvoorbeeld fout? Nou, als je weet hoe hij hupt van juffrouw naar juffrouw en hoe zijn hele financiële wandel is. Hij komt altijd op de verkeerde manier in de publiciteit. Het is, laat ik het zo zeggen, het is niet mijn type, Wilfred. Maar dan ben jij ook niet, nee, dat is maar waar. Om een andere reden. Ja, dat is waar, inderdaad. Ja. Dus. En toch zitten we hier al bijna 15 jaar. Nou, ietsje korter, maar we zitten hier al best lang, inderdaad. Ja. Het nieuwe lied van Whalen voor het Songfestival. Mag je even? Ja? Top. Ja? Ik vind Whalen een beetje een vreemde snuiter. Als hij op tv is en zo, die is nooit authentiek zichzelf. Die speelt altijd een rol, de rock'n'rollster of weet ik veel wat hij speelt. Maar hij heeft nu een fantastisch rock'n'rollnummer. Dit is die Fiat, hè? Het ruikt erg naar Nashville, dus daar kun je bij muziekuitgeverijen gewoon nummers kopen. En als hij dan ook de afspraak maakt, dat kan ook, dan betaal je dat neer. Ik mag mijn naam eronder zetten. Ik sluit dat niet uit, dat gebeurt.
Want ik vind het wel een erg goed nummer voor een Nederlandse jongen die het schrijft. Ja, je denkt niet dat hij het zelf geschreven heeft? Als hij dat zegt, moet je dat aannemen. Maar dan heeft hij werkelijk een topprestatie geleverd. Kijk, ik heb een heel veel op hem aan te merken. Eén ding, hij kan geweldig zingen. Ja. En zowel soul als blues als country, het maakt hem niet uit. Hij kan alles. Maar was dit nou één van die nummers of was dit weer een nieuw nummer? Ja. Weer een nieuw nummer. Wat hij vanavond bracht. Dat was het nummer uiteindelijk. Dat was uiteindelijk het nummer. Van die vijf volgens mij. Maar wel een spectaculair nummer voor een songfestival. Jij denkt dat het goed gaat komen. Maar hij had twee... Kun jij niet namens onze punten uitdelen? Twee goede nummers had hij. Nou ja, Loser Points. Het is echt treurig in dit smaakloze muzieklandje dat ik nog nooit benaderd ben om dat soort dingen te doen. Ja, dat zou echt perfect bij jou passen. Dat de hele wereld naar jou kan kijken. Want nou zit die rare... Tim Douwsman deed het laatst toch? Nee, die rare Piepo van de Volkskrant die zit altijd te lullen over dat Maas. Festival. Ja. Ja, Maas. Ik had eens een keer gezegd dat ik niet hou van die... van dat Joop van der Ende vergif, die kut musicals. Toen was hij helemaal boos. Oh nee. Helemaal toen? Boos. Meneer Maas was boos. Ik heb weer twee nachten niet geslapen. Ja, heb jij weer. Alleen allemaal. Ik kom er eigenlijk een beetje op, omdat dat we een foto hebben van jou binnengekregen. Van een schoolfeest in Rolde. Weet jij daar nog iets van of niet? Ik dacht, dat doen we je misschien een enorm plezier. Maar kijk, hier sta je gewoon. Het is natuurlijk wel een fantastische foto. Toch, hè? Ben je er blij mee dat we dit even laten zien? Sta je te zingen, joh. Ik sta daar te zingen, Hans. Ja, ik kan namelijk ontzettend goed zingen. En wat zing jij dan daar, Johan? Dat zeg ik niet. Nee, maar dat was niet een schoolfeest. Dat was een of andere reunie. Ik kan het me nog wel herinneren, ja. Hoe zou die foto komen, weet ik niet. Want ik heb hem nog nooit gezien. Nou, we hebben nog een verzoek binnengekomen. Beste Johan, klopt het dat jij in 1980 als zanger van Bamses Venner namens Denemarken hebt meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Ik dacht dat jij er niet over zou beginnen, Wilke. Ja, nou, we hebben de beelden. Kijk even mee. Dit is de foto die we ervan binnen gekregen hebben. Maar... je zou zeggen, hè? Toch? Dat... Oh. Ja. Maar ik denk dat ik volgende week ook nog wel wat leuke fotootjes van jou kan vinden. Nou, zo dik als dit ben ik nooit geweest in mijn leven, kan ik je melden. Maar Jordi Heestra Tilburg wil wel even weten. Oh, ja. Wat een rare Deen is dat, hè? Ja, die Deen ziet er wel heel raar uit. Maar... mensen waren heel benieuwd of jij niet heel erg teleurgesteld bent over het feit dat je niet het Songfestival mag presenteren. Dat zijn toch wel mensen heel erg verbaasd over. Ik ben ermee aan het zoeken nu, maar had je dat graag gewild, Johan? Dan moet je mee leven met dat soort frustraties. Je had het graag gedaan, toch? Nee, joh, je bent had jij leuk gevonden. Nee, maar ik kijk nu die op heb over die drie. Kijk, in principe interesseert het me geen kloten. Nee, maar als je er toch iets over mag zeggen. Edcilia Romley, Chantal Jansen en Jan Smit. Ja, maar als je dan zegt, ik vind het niks. Dan zeg jij, ja, wie moet het dan doen? Ik vind het prima. Kijk, laat ze maar hun gang gaan. Ik hoop dat die Jan Smit beter presenteert dan dat hij zingt. En... voor de rest zou het mijn zorg zijn. Kijk, die Chantal Jansen, iedereen is daar heel enthousiast over. Dat schijnt een uitstekende presentatrice te zijn. En dat andere meisje vind ik een heel sympathiek meisje. En die heeft natuurlijk al een paar keer meegedaan. Dus laat het maar proberen. Het zou mijn zorg zijn. Ja. Had iedereen mogen zijn als het jou betreft. Ja. Ja. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar die hele ophef over dat Songfestival, je wordt een beetje moe van. Hè? Feest van de wansmaak. Oké, duidelijk. Jij bent er ook klaar mee? Je wil er ook niks over kwijt? Ik vind het prima. Ik kijk wel naar het Songfestival. Ik vind het wel leuk. Echt waar? Ja, vind ik op zich niks mis mee. Ja, niet naar die halve finales, maar wel naar die dag van die finales en puntjes en zo. Ja, meetellen, en schrijven. En ik weet niet of zij goed Engels spreken, die drie. Geen idee. Ik ook geen idee. Moet wel een beetje Engels kunnen. Ik zou die niet kunnen. Dat gaat jou niet lukken. Nou ja, ik moet het vertalen. Ja. Maar jij ook. Niet. Mijn Engels zal niet voldoende zijn, denk ik. Om maar moet jij ook vertalen? Dus jij in je hoofd Nederlands en dan ga je het vertalen? Ja. Dat doe ik ook. Ja. Maar dat zie ik Ruud ook altijd doen op de BBC, weet je. Dan loop je achter op Shearer, hè? Ja, zoek die eerst een woord. Ja, dan loop je achter, hè. Dus dat is wel slecht, vind ik altijd. Je moet wel proberen. Ik heb er geen last van, hè? Nee, maar die heeft ook... Nee, dat snap ik. Maar als zij een, zoals die gozer van het lagerhuis van Engeland aan tafel hebt zitten... Ja. Dat is vloeiend. En dat vind ik wel lekker. Tom Egbers, die spreekt ook echt Engels. Ja. Ja. Maar die komt uit een Engelse familie. Hè? Ja. Ja. Zijn jullie trouwens nog niet benaderd voor de opvolging van Eva... nu Eva toch even valt hier? Ik moet wel zeggen dat ze zitten er totaal naast. Als ze zeggen bij de NPO van een talkshow... willen we niet meer als een... zeg maar een personality een show. Personality maken. Show. Maar een talkshow is een personality show. Ze willen duo's. Over heel de wereld... zijn talkshow personality shows. Ja. Daar doe je niks aan. Maar Eva is er toch nog wel?
Nou, Eva gaat straks natuurlijk bij. Die heeft ons al benaderd of wij ook willen langskomen. Ja, nee, maar ik ben vanochtend heb ik een afspraak gemaakt voor Eva Jinek. Maar dan zit je dus bij... Bij RTL zit je dan. Oh, 28 januari. Ja, nou, ik had nog niet gereageerd. Die laten we eerst even overleggen. Maar je hebt gewoon ja gezegd. Nee, dat gaat ergens anders. Dat gaat ergens anders over. Oh, oké. Okay. Maar ja. Jij vraagt aan niemand toestemming, jij? Nee. Je belt niet met de talpa van met jongen. Nou, ik ben... Zijn jullie hier 100% af? Moet je luisteren, dat staat geloof ik ergens genoteerd. Maar ik ben 70 jaar en ik bepaal zelf waar ik heen ga. Hoor. En niet talpa. De hele Europa staat op zijn kop, Johan. Iedereen nou ja, is dat zegt misschien heel veel over het circus eromheen. Want ik heb alleen maar clowneske idioten gezien die wat staan te blaren. Nee. Gisteren heb ik me echt zitten verbazen. Ja, het is niet te geloven dat een land het uit durft te vaardigen. En wat denk je dan van die gozer met die baard? Ja, Conchita. Ja. Maar dan ben je toch ziek? Een soort Jolante. He? Je hebt een jaar geleden die Daan International gehad. Dat was dan inderdaad een omgebouwde man naar vrouw toe. Ja. Nou, dit is dan een soort tussenweg. Nee, maar ik wil even nuanceren. We hebben een goede zangeres gestuurd en een goede zanger. En nogmaals, die kunnen heel veel. Maar het liedje, daar kunnen ze niet laten zien wat ze in zich hebben. Dat vind ik jammer. België had trouwens de broer van Jan Boskamp gestuurd. Hè? Heb je het gezien? Ja, dat deed goed. Jongen, jongen, jongen. Die was nog zwaarder dan jij. Dat zegt niet. Stond echt zo'n gozer stond daar. Ja, heb je het gezien? Lekker, ik hè? Ik denk zelf de benzinestation van Jan. Jij gaat er ook weer niet iets zeggen. Nee, ik volg het. Toevallig heb ik gisteren een beetje tussen Dordrecht VVV en Sparta NEC een beetje te kijken af en toe de Songfestival. Maar ja, er gaat er weer een Robin Tick nadoen. En dan is er weer een of andere gek uit Noorwegen die gaat voor een piano staan. Die hoort helemaal niet wat hij zingt. En dan zegt Jan Smit na afloop een prachtige stem. Ja? Ja, maar de hele boel wordt gewoon in de maling. Ja. En nou moet ik zeggen, die uit Polen... Ja, dat vond ik nog eigenlijk... Ja, die zongen wel niet, maar die waren wel lekker. Weet je, nee, maar ja, houd dan je kop maar dicht. Ik bedoel, daar heb ik nog liever dat je niet zingt. Stonden de was te doen. Die was al te doen, ja. Ja, die vond ik wel lekker. Ja. Ja, die krijgt geen punten, maar ik bedoel, wel van mij. Ja. Nee, maar het is gewoon een onwerkelijk idioot circus. Ik bedoel, dan komt er weer een of andere lange gek uit de buurt van Rusland. Die gaat weer 5-3 minuten staan schreeuwen daar. Daar misschien ook, omdat het zo'n rustig, iets ander nummer was. Nou, het is in ieder geval een normaal liedje. Maar het is slechts een liedje. Ja, en ik hou niet van liedjes. Hey, heb je die lui op die trampoline? Ik bedoel, als je dat op een verjaardag doet, dan zeggen ze... joh, pleuren, fop, joh, gek. Ja. Of gewoon voor de lol, hè? Ja. En dit is serieus ingezonden. Ah, dat is niet goed, hoor. Dit. 200, maar Johan, daarom de voorspelling vanmorgen. Gaan we winnen of niet? Rollen van 200. Nee, we gaan niet winnen, want de wansmaak zal het altijd winnen van een liedje. Oké, dus we gaan niet winnen. Ze staan dus tweede genoteerd op dit moment, hè, bij de boekmakers. Jawel, maar dat neem ik dan niet zo serieus, hoor. Maar dit liedje kan nooit een songfestival winnen. Want het is een albumtrack. Als je een album maakt, dan kun je zo'n liedje ertussen doen als opvulling. Meer is het niet. Ja. Oké. Duidelijk. Klopt het maar goed in je oren? Ja, dat gaan we morgen zien. Als ik de maandag niet ben, dan hebben ze gehoord. Broccoli. Zit je te lachen? Ja, dat is beter. Dat haar staat hem beter. Ja. Ah ja, joh. Maar ja, weet je... Lach aan? Nou ja, niet lach aan, maar... Ja, het schijnt een vrolijk liedje te zijn. Ja. En dat hebben we nodig in deze tijd van in de pandemie. Bart Arends, Radio 2 DJ, zei dit is zo fijn... omdat het heel erg Django McCoy is. Ja. Ja. En dan is het fijn? Dan is het fijn. Oké. Okay. Of Tjeerd Oosterhuizen zei heel bijzonder, heel sterk, authentiek. Ja, nee, maar ze zaten allemaal met superlatieven te strooien. En ik denk, nou ja... Zoveelste liedje. Ja, maar vind je het een kutnummer of zeg je gewoon... Nou, het is geen kutnummer, maar het is een liedje... en ik hou sowieso niet van liedjes. Waar hou je wel van dan? Ja, kijk, dat is... Als je wijnkenner bent, dan moet je ook niet zeggen... dat limonade niet lekker smaakt. En ik hou van volwassen muziek... en dit soort weggooideuntjes, dat is niet aan mij besteed.